Vrijheid betekent voor mij dat er geen druk meer is en geen angst meer en geen honger meer is. En dat je dus vrij uit kunt spreken. Ik ben Lies Vogels. Ik was 11 toen de oorlog uitbrak en bijna 16 toen het eindigde. Ik kan me er nog heel veel van goed herinneren. 10 mei is de oorlog uitgebroken. Toen woonden wij dus in Stratum, in de Tuinstraat in de Marechaussee-kazerne. Mijn vader was bij de marechaussees en die heeft dus, moest vertrekken. Die zijn dus 's avonds om 6 uur vertrokken. En die hebben dus 4,5 jaar later pas weer teruggezien. In november werd bekend dat mijn vader in Engeland zat. En kreeg mijn moeder te horen dat ze met haar gezin moest verkassen uit die rijkswoning. Ik ben Ben Klevers. Ik ben 95 jaar. En ik heb op Stratum Zijnd gewoond en later nog in de Nieuwe Straat. Er was niks meer te koop. Als je dus iets niet kunt kopen, dan voel je je eigen arm. En we hadden maar 1 oude fiets. Mijn moeder had er nooit bij stilgestaan. Even als ik met mijn fiets naar Lieshout ging, daar kreeg ik van de burgemeester bonnen. En wat zou er gebeurd zijn als mijn band geklapt was? Dat weet ik niet. We hebben ook een tijd gehad dat we onze winterjas moesten aanhouden in school. Omdat er geen stook was, er waren geen kolen. En we hebben ook gehad dat de school was bezet met krijgsgevangenen. Eindhoven had een vliegveld en dat was door de Duitsers bezet. En dat werd relatief vaak aangevallen door de Engelsen. Daardoor hadden wij dus nogal een keer vliegtuigen en er was het alarm. En dan mochten we niet buiten, dus er waren ook luchtgevechten. Ze was wel angstig, 's nachts, als er dus luchtalarm was. En die Engelsen die hoorden je overkomen. En dan was het dus luchtalarm. En als ze dan daar begonnen te schieten, dat was wel eens angstig. Dat waren de bombardementen waar je eigenlijk het meeste schrik voor had. Want die kon ook naast jouw voeten vallen, hè? Ik heb boven op de slaapkamer van mijn ouders staan kijken en je hoort het gegil en het schieten en de sirenes. Er waren wel Joodse mensen, daar zat, ik meen dat die Eckstein heette, een bloemenzaak op de Tonrisstraat. Op een gegeven moment waren die allemaal weg. Ja, je wist niet waar naartoe. De lucht was zwart van de vliegtuigen en ze zijn zoals wij daar stonden en ineens zie ik er allemaal parachutisten uitkomen. En dat was een moment, dat kun je niet voorstellen. En dus dat echt de bevrijding daar is. Toen kwamen die Engelse troepen kwamen dus de stad in. En daar heb ik de hele dag met vrienden en vriendinnen in de Rechterstraat gestaan. En we zagen dus die lichtkogels, dat was prachtig, was oranje. Nou, mooie collie. En toen kwam dus een van die vaders naar buiten en zei, ja, naar binnen allemaal. Toen heb ik ergens anders in de schuilkelder gezeten, of in de kelder gezeten. En toen is dat bombardement gebeurd, dus het was heel angstig, ik kan niet anders zeggen. Mijn vader kwam terug een paar maanden nadat we bevrijd waren, ik meen in november. Maar hij kwam de straat in en mijn broer, mijn jongste broer, die ging net naar het voetballen. En ik weet nog dat hij zei van, ik geloof dat er daar een van mij is. Hij kende zijn kinderen niet meer terug. Een kind van 3 jaar of van 4 jaar was mijn zus. He, en dan 4,5 jaar later, dat is een heel ander kind. Vrijheid voor mij betekent een totaal ander leven. We gaan weer normaal kunnen eten, kleding, drinken, schoeisel, fietsbanden, alles weer normaal.